Goedemiddag Henk. Dag Carlo. Alles goed jongen, na de laatste vlug? Nou, de zon schiet we maar nog meer. Ja, daarom. Dus, Henk, we zijn gekomen hier omdat je een eerste prijs afgelopen jaar gespeeld hebt met de Jonge Duiven in de kring Nijmegen. Afgelopen weekend zat je er weer heel dichtbij. Verschillende duiven heb ik gezien op internet. En de eerste vraag is, stel je eigen zin voor wie je bent en hoe lang je al in de duivensport zit. Ik ben Henk Smitjes en ik zit al vanaf dat loop ik al in de duivensport. Mijn vader had ze al. Okay. En altijd in dezelfde vereniging gebleven? Altijd dezelfde vereniging. Altijd nooit verder geweest dan de Binningen? Lekker dichtbij natuurlijk. Ja, dat kun je lopen zelf voor. Dus. Ja, daar kom ik af en toe wat goed uit in het weekend. Hè? Dat bedoel ik. En de rassen die je op het hok hebt? Ja, overwegend zit er wel wat Jansenbloed in, zeg maar. De meeste de laatste jaar nog iets bij ververst? Of, Vorig jaar hebben we nog één jaar gehaald bij Van Zwam. Boven Leeuwen en in Lisse van Maas, het Doornenburg. Daar ben je ook wel redelijk mee geslagen, had ik begrepen. Die van Nisse van Maas moeten we nog afwachten. Daar hebben we nog geen jongen van. Maar die van Van Zwam doen het wel vrij aardig, moet ik zeggen. Wat is dan de specifieke eigenschappen waar je naar kijkt bij de duiven? Als je ze aanschaft of wie je over wil houden? Is het voor de vleugel, ogen of... Ja, ogen. Dat moet natuurlijk wel een beetje lijken. En dan kijk ik naar de bouw. Ik vind dat een postduif wel... op een tentoonstelling 91 punten moet kunnen houden. Zo moet hij wel in elkaar zitten. Okay. Hoeveel duiven speel je zo gemiddeld met het begin van het seizoen tot het einde? Gemiddeld, ik begin met een 20-tal wedenazen, zeg maar gemiddeld. Het zal iets boven de 15 liggen of zo. Speel je ook met duivinnen? Nog niet, want daar wil ik wel mee beginnen. Hoeveel jonge duiven kweek je zo per jaar om mee te starten met die... Een 40-tal, maar dit jaar had ik er 10 meer, omdat ik vorig jaar bijna geen doffers gekweekt had. Wat zijn jouw liefste de vluchten waar je het liefste speelt? Ik speel het liefste midvondvluchten. En in de toekomst wil ik ook wel daagse vondst gaan spelen. Dat vind ik ook wel mooi. Moeten de duiven bij jou verplicht trainen of laat je ze vrij trainen? Of, Ik laat ze gewoon een uur los vrij. Doe je de klep dan dicht? Nee, alles los. Gewoon alles los. En als ik dan zie dat ze geen zin meer hebben, dan... We willen dadelijk even de eerste prijs winnen zien. Ik had begrepen dat het een duivinnetje was. Dat was een duivinnetje, ja. Die zullen we dadelijk nog eventjes goed grondig bekijken. Wat is jouw beste prestatie? Wat je ooit gepresteerd hebt in de duivensport, in de afdeling of kring? Of heb je een... Ja. Ik ben de generaal in de kring gezeten een paar keer en tenminste toen het nog afdeling 1 was. De afdeling 1 kampioen, volgend kampioen. Ja, dan hier en daar wel eens een kampioen of erbij. Maar dat weet ik zo allemaal uit de kop niet. Wat is het voersysteem waar je hanteert bij de duiven? Ik gooi genoeg voer in de bak. En dan na een kwartier, half uur, dan pak ik er weer uit. Ja. Doe je voor de vluchten nog iets in het water of over het voer, wat geheimzinnig is? Nee, over het voer niet en in het water. Als het warm is, wil ik nog wel eens elektrolyten geven. Vele melkers hebben vaak problemen met de gezondheid van de duiven. Wat doe jij eraan om dat te voorkomen? Ten eerste maar zorgen dat het hok in orde is. Dat scheelt al een hele hoop. En dan duiven die niet gezond kunnen blijven, die moet je naar de polier brengen, want dat schiet niet op. Ik had dat ook gevraagd van de duiven trainen. Hè. Ik heb wel eens begrepen dat je de duiven op vrijdags op een speciale manier voorbereidt voor de vluchten op de korte afstanden. Is dat waar? Ja, vrijdags dan breng ik ze net voor het inkomen 6,5 kilometers weg. En, zolang ik dat doe, komen ze aardig, moet ik zeggen. Dus daar ga je er bijna in geloven. Dus jij denkt dat het daar voordelen mee hebt? Ja, als je het niet doet, zal het wel net zo zien. Maar ja, als je het doet en het gek goed, dan blijf je dat doen. Ja, wat is de leukste gebeurtenis van dit jaar waar je meegemaakt hebt met de duivensport? De leukste gebeurtenis?
Van mezelf? Of ja, het is een beetje moeilijk over mijn, want dan zijn we nog een uur aan het filmen natuurlijk. Nee, ik vind wel inmiddels 4 keer op teletext, dat is heel goed voor de vereniging. Dat betekent dat het wel kan hier. Ja, en zelf een paar weken achter elkaar van 2 vluchten 1. Dat is ook wel hard. Dat is ook een knappe prestatie. Ja. Oké, dan heb ik nog een vraagje. Wat zou je aan de jonge liefhebbers in Nederland een tip willen geven waar ze op moeten letten, omdat ze net zo hard willen gaan spelen als jij? Allereerst zou ik zeggen van, loop eens bij een goede liefhebber. Vraag eens of dat je een beetje mee kan kijken en mag lopen. En vraag hem zelf eens een keer bij jou op het hok. En pak er dan een keer in deze tijd wat eitjes van, die kosten niks. En een beetje begeleiding vragen van die liefhebber, dan schiet je al aardig op, denk ik. Okay. De laatste vraag, Henk, voordat we even naar de duiven gaan kijken. Hoe lang denk je nog duivenmelker te blijven? Ja, zolang als de gezondheid nog weer goed gaat, dan zal ik wel duiven hebben. Ik weet niet, ik weet niet zonder duiven, ik heb nooit gezeten. Dus. Je bent echt het virus van de duiven. Ja, kun je wel zeggen. Een besmetting. Oké, dan gaan we nou eens even kijken naar de eerste prijswinnaar van een paar weken terug. Nou, dit is ze dan. Oké, Henk, dat is de eerste prijswinnaar. Dit is de 564 jaar. Oké, kun je vertellen waar die uitkomt? Deze komt uit die eitjes die we bij Van Zwam gekocht hebben. Daar is dat een product van. Ik samen met mijn broer Tony hebben we een eier gekocht. Okay. Tony heeft er ook eerste mee gevlogen. En bij mij, die duiven hebben hier 3 keer ingezeten met die jonge duiven. Van dat soort. Wat voor stand heb je deze duif gespeeld toen ze zo draaiden? Die speelt gewoon van het schapje, want die wil niet paren. Oké. Okay. Ze had behoorlijk wat losgespeeld van de kring, dacht ik. Een minuut of 7 in de kring, schat, dat ze los had, ja. In de vereniging nog meer, hè? De vereniging, ja, 11, 12 minuten, zoiets was het. Goede prestatie van die duif. Ja, 2 weken ervoor was ze op Meen ook de eerste. Vloog ze ook een paar minuten los hier in de vereniging. Oké, Henk, we hadden net over goede duiven. Ik heb begrepen dat je een hele goede gehad hebt. Ja, onder andere, dit is de beste die ik ooit gehad heb. Ik denk ook, zolang als ik lid ben, dat die middelige Vitesse midvond, ken ik geen betere. Misschien zelfs ze geweest zijn, maar ik ken ze niet. Oké, waar stamden die duiven af? Weet je, deze is een pure smale duif. Van een smale en een vinnetje zat er nog van Arie Willems. Ik deed dat een beetje samen met mijn oom Henk Smitjes. Maar dat waren ook hoofdzakelijk smale duiven. Heb je hem als jonge duif gekregen of als eitje? Ik heb hem zelf gefokt. Oh, zelf gefokt, ja. Oké. Okay. Dus de ouders. De vader ervan heb ik zelf mee gevlogen. En de moeder heb ik toen aangekocht. Toen Piet Peters gestorven is. Die had hem op het hok. Heb ik die op die verkoping meegenomen. Heb je er ook goede nazaten van? Zit er nog iets van op het hok of in het bloed? Nou, dat zal het ver weg zijn. Maar hier, broers en zusters van. 18 maal eerst gevlogen heeft dat koppel. Okay. Dat zijn geen misselijke. Goeie. Ja, zo mogen we er nog meer krijgen natuurlijk. Smale duiven. Pietje had ook een hele goede, Pietje Jansen. Ja. Dat is ook van hetzelfde soort. Ja. Oké. Okay. Nou, we zullen hem nog eens even mooi op de foto zetten. Dit is wel de beste die ik ooit gehad heb. Oké. Ja. Dat zijn goede prestaties. Oké, Henk, de duif heeft een hele goede prestaties. Weet je nog wel hoeveel aantal duiven er was? Ik dacht in de vereniging 377 en in de kring 1504 geloof ik. Okay, dat waren echt meer de vluchten van 2 dagen mand ook? Dat was Breulef, ja, donderdags ingekalf, ja. Was ook de bovenste prijs wat ze gewonnen had? Dat was de beste prijs wat ze gewonnen had? Dit tot nog toe wel, ja. Okay. Henk, ik wil je in ieder geval bedanken voor de interview. Graag gedaan. En ik hoop dat ik je nog volgend jaar nog een keer mag filmen. Ik hoop het zelf ook, ja. Dus dan moeten we altijd proberen streven naar een eerste prijs. Ja, ja. Dus ja, we hopen dat we volgend jaar nog een keer terug moeten komen. In ieder geval hartstikke bedankt, Henk. En we zien je misschien 29 december met alle gezondheid. Dat hoop ik. En ik zeg hier, jullie wonen ook hier in de straat, de Wet- en Recordestraat. Als je daar in speelt, dan heb je meestal wel een vroege duif. Oké. Nou, in ieder geval, Henk, bedankt. En tot van de week. Ja, ik bedank jullie ook, want ik vind dat wel een leuk initiatief van jullie. Oké, dank je.